Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Ilse. Ilse heeft afgelopen week, gedurende extreem warme dagen van die week, heeft ze wat uitdrogingsverschijnselen ervaren. Uitdrogingsverschijnselen zoals een droge mond en hoofdpijn. Dit had ze kunnen begrijpen wanneer ze niet zoveel had gedronken die dagen, maar Ilse heeft bewust heel veel water, liters water gedronken die dagen. Juist ook omdat ze wist dat ze anders dit soort verschijnselen zou kunnen ervaren met die warme dagen. En ondanks dat, ondanks het drinken van liters water gedurende de extreem warme dagen van afgelopen week, heeft Ilse toch dit soort verschijnselen, hoofdpijn, droge mond, heeft ze ervaren, wat erop duidt dat, ondanks liters water te drinken, er toch te weinig water in haar weefsels aanwezig is geweest. Want anders zou je dit soort verschijnselen niet hoeven ervaren. Dus de vraag van Ilse is, hoe kan het dat, ondanks het drinken van liters water, ik toch dit soort verschijnselen, wat duidt op uitdroging, heb ervaren. Hoe kan dat? Nou, Ilse, wanneer jij liters water drinkt, dan belandt dat in je mond en vervolgens in je maag en vervolgens in je darmen. De opname van water in je lijf en ook de verdeling van vocht, water over je weefsels, gaat niet zomaar vanzelf. Want stel je eens voor, hè, als al die liters die jij drinkt zomaar in één keer in jouw lijf belanden, in jouw bloedbaan belanden, ja, dat kan jouw bloedbaan toch helemaal niet aan, liters water in één keer verkrijgen. En stel nou eens, hè, dat het water, het vocht, wat in jouw bloedbaan belandt, ook in één klap verdeeld wordt over je weefsels. Dan kan het zomaar zijn dat er door die verdeling dan opeens geen water, geen vocht meer in je bloedbaan aanwezig is. Dan heb jij geen bloeddruk. Dat kan dus helemaal niet. De opname van vocht, water in je lijf en ook de verdeling daarvan over je weefsels, dat zijn allemaal gereguleerde processen. Wees blij, want anders zou jij zomaar dood neervallen wanneer opeens liters water in je bloedbaan belanden. Kan jouw bloedbaan niet aan. Of wanneer opeens liters water vanuit je bloedbaan over je weefsels verdeeld worden en er geen water meer in je bloedbaan aanwezig is, dan val je ook dood neer. Dat wordt dus allemaal gelukkig maar geregeld, gereguleerd met behulp van hormonen. Maar de hormonen welke vocht, water samen met elektrolyten, dat zijn moleculen die het water, het vocht in jouw weefsels helpen vasthouden, ook wel handig, over jouw weefsels verdelen, die zijn niet altijd werkzaam. En ook daar moet je blij mee zijn. Want wanneer zijn hormonen, waaronder hormonen die vocht verdelen over jouw weefsels, niet goed werkzaam? Nou, bijvoorbeeld wanneer je lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert. Dat wil zeggen wanneer je lichaam tekorten ervaart in vocht en essentiële voedingsstoffen. En waarom werken de hormonen die vocht over je weefsels verdelen dan niet goed? Wees blij, want wanneer je lichaam tekorten ervaart in vocht en essentiële voedingsstoffen, heeft je lichaam moeite met je bloedwaardes op peil houden. Waaronder ook het vochtgehalte in je bloedbaan en je bloeddruk. Dus dan mogen die hormonen die vocht over je weefsels verdelen toch ook helemaal niet goed werken. Want dan heb jij op een gegeven moment geen vocht en geen bloeddruk meer in je bloedbaan. Dat moet je niet hebben. De hormonen die vocht verdelen over jouw weefsels zijn dus enkel goed werkzaam wanneer je lichaam in een goede voedingstoestand verkeert. Dat wil zeggen wanneer je lichaam geen tekorten ervaart in vocht en essentiële voedingsstoffen. Want dan pas kan de verdeling van vocht over jouw weefsels plaatsvinden. Want dan is je lichaam in de tussentijd in staat om met behulp van hormonen je bloedwaardes, waaronder het vocht,
gehalte in je bloedbaan en de je bloeddruk op peil te houden. Beetje belangrijk. Dus moet je ervoor zorgen dat wanneer jij wil dat uitdrogingsverschijnselen zoveel mogelijk voorkomen worden, dat de hormonen welke vochten over jouw weefsels verdelen, goed werkzaam zijn. Ja, dat is dus afhankelijk van de aanwezigheid van een goede voedingstoestand in het lijf. Dat wil zeggen, je lichaam die geen tekorten ervaart in vocht en essentiële voedingsstoffen. Dus door het drinken van liters water kun je dat nog niet garanderen, want liters water garandeert niet de aanwezigheid van voldoende essentiële voedingsstoffen in je lijf. Je moet er dus voor zorgen dat jouw voeding voldoende essentiële stoffen biedt. Niet al te veel niet-essentiële stoffen biedt, want de verwerking van niet-essentiële stoffen in je lijf doet je lijf uitputten van vocht en essentiële voedingsstoffen. Dat helpt niet echt. Dus dat je voeding goed voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen, want dan pas heeft het drinken van liters water tot resultaat dat vocht, het water wat je drinkt, ook wel goed verdeeld kan worden over je lijf. Want dat is dus afhankelijk van de werking van hormonen in je lijf. En die kunnen enkel goed werken wanneer je behalve veel drinken ook wel voldoende eet. Niet zomaar voldoende eet, maar voldoende eet met essentiële voedingsstoffen daarin aanwezig. Dat zijn alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van aminozuren en 2 specifieke varianten van vetzuren. Gezien het feit dat jij liters water hebt gedronken en toch uitdrogingsverschijnselen hebt ervaren, doet dat vermoeden dat jouw voeding onvoldoende heeft bijgedragen aan het behoud van een goede voedingstoestand in het lijf. Want kennelijk is het vocht, al die liters water wat je hebt gedronken, niet goed verdeeld over je weefsels. Want anders had jij deze verschijnselen niet hoeven ervaren.